plek waar we vandaag bij elkaar zijn, hier, dichtbij het voormalig kamp Amersfoort, en straks zullen we daar waarschijnlijk ook naartoe wandelen, bepaalt mij ook heel dicht bij de verantwoordelijkheid die vandaag nog op ons rust om te blijven strijden tegen antisemitisme en de veiligheid van de Joodse gemeenschap in Nederland. Daar ben ik vandaag gevraagd om bij dit 25-jarig jubileum, want dat viert AMGA nu, om het eerste exemplaar van het boek wat vandaag is uitgekomen te overhandigen aan de ambassadeur van Israël. Mijn moeder werd ter plekke doodgeschoten nadat ze eerst op de grond was gesmeten. Dat was het einde. Ik had geen moeder meer en ik zag hoe mijn broers en zussen werden weggevoerd naar de gaskamers. We hebben voornamelijk gesproken met mensen die uit Oost-Europa kwamen. Want daar komen ook de meeste overlevenden die in Israël wonen, komen daar vandaan. Na de oorlog zijn er 800.000 Holocaust-overlevenden naar Israël vertrokken. En daarvan leven er nu nog 200.000. Ik ben daar wel erg van geschrokken. Deze mensen zijn eigenlijk, kan je wel zeggen, dubbel getroffen. Dat hebben ze niet gemerkt toen ze jong waren. Ze zijn allemaal vrij jong getrouwd, hebben gezinnen gekregen, hebben hard gewerkt om bestaan op te bouwen. De mannen hebben in 3-4 oorlogen gevochten. De echtgenoten van de vrouwen ook. Er zijn wel mensen waar ik een enorme klik mee heb gekregen en waar ik, moet ik ook eerlijk zeggen, wel of na afloop van het gesprek of tijdens het gesprek mee heb zitten janken. Er zijn mensen die nog, voor wie het nog zo heftig leeft, dat als ze aan een wildvreemde zoals ik was, die ook nog eens moeizaam Ivriet spreekt, dus ik moest vaak vragen wat bedoel je, kan het uitleggen, die dan toch met hun hele hebben en houden op tafel komen en als je even iets doorvraagt, dan stuit je op die heftige emoties. Dat heeft er ook bij mij wel behoorlijk ingehakt af en toe. Of ik een mooie jeugd in Amersfoort heb gehad? Destijds dacht je daar niet over na. Nu vraag ik me af hoe je als Joods kind een goede jeugd kan hebben na wat je ouders hebben doorstaan. Eliseva van der Hal, zoals ze nu heet. Ze heeft haar voornaam in Eliseva veranderd toen ze in 1970 naar Israël is geëmigreerd. Ze heette in Amersfoort Lisbeth. Lisbeth van Praag. Ik trof haar in Jeruzalem omdat ze daar leiding geeft aan een van de centra van AMGA. En omdat ze zelf bij de oprichting van AMGA betrokken is geworden en ook therapeute is. Ze hadden mij, ik heb gezegd, ik wil niet alleen met cliënten praten, ik wil ook met een therapeute praten. Dus zo kwam ik bij Eliseva terecht, die min of meer toevallig uit Amersfoort bleek te komen. Ja, het is zeker goed om de herinnering levend te houden. Ik ben ook blij met de tentoonstelling die voor iedereen natuurlijk gewoon toegankelijk is. Het is buiten bij kamp Amersfoort. Mensen kunnen er langs lopen, ze kunnen de verhalen lezen. Het boek, waar de verhalen nog wat uitgebreider in staan, is ook verkrijgbaar. Ik dacht ook in Amersfoort bij alle boekhandelaren. Ik zou mensen ook aanraden om dat ook aan te schaffen. En dan zien ze ook dat ieder mens heeft zijn eigen verhaal, heeft zijn eigen herinnering. En het is goed om dat vast te leggen, ja, omdat we inderdaad, ik heb het ook gezegd bij mijn openingswoord, opdat wij niet vergeten wat er gebeurd is, de herinnering levend houden en waar het nog kan en nog nodig is, ook de hulp aan deze mensen gewoon ook zorgen dat daarin voorzien wordt. Mr. President, Member of Parliament, Mayor, distinguished board members, dear friends, shalom and good afternoon. Thank you so much for inviting me and giving me this opportunity to be here with you on this very special occasion. Ik wilde u uitnodigen, maar dat is een hele riskante aangelegenheid aan het worden. De fototentoonstelling van AMGA, ja, waar dus ook de foto's van in het boek staan, die is opgesteld langs de schietbaan op weg naar de Stenen Man bij het kamp Amersfoort. De bedoeling is dat als we daar naartoe gaan, dat de ambassadeur het eerste paneel onthult en daarmee de tentoonstelling opent. En ja, voor wie dat wil, die nodig ik uit om mee te gaan en deze foto's zelf te gaan bekijken. Het zijn werkelijk zeer indrukwekkende verhalen, foto's. Voor mij heel moeilijk om weer een gewoon leven te leiden. Ik was gewend te vluchten, te bedelen en zelfs te stelen.
Ik wist niet wat een normaal leven was. Ik had geen familie, geen huis, niets. Fotomodellen zou ik niet echt willen zeggen. Het zijn, kijk, ik had enorme moeite om op een gegeven moment een soort consensus te krijgen over hoe ik het wilde fotograferen. En dat wat me enorm geholpen heeft, is dat ik elke keer, dus als ik ze fotografeerde, de zin had, de kinderen die zijn blijven leven. Dat was iets te lang, dus dat zijn blijven is nog geworden. Maar het is een... Dat was eigenlijk al door de gedachte, ik heb ze als kinderen gefotografeerd, dat was de opzet. En waar het heel erg om ging, dat was de ogen. Dus de ogen die de kracht uitdrukken van het overleven. Dus van het, die mensen hebben allemaal verschrikkelijke dingen als kinderen meegemaakt. Ze hebben overleefd en dat geeft natuurlijk een ongelofelijke kracht. En dat zie je in die ogen. En dat was eigenlijk al waar ik op focuste. En die gedachte dus van dat het kinderen waren die zijn blijven leven. Nou ja, op die manier heb ik het gefotografeerd. En zoals u dan zegt, zijn het modellen geworden. Op een dag zei mijn moeder dat een vrachtauto ons drieën naar Zwitserland zou brengen. Zelf mocht ze niet mee. We hebben daar afscheid van haar genomen. Een prachtig boek en ik zou aanraden dat iedereen dit zo gauw mogelijk moet zien te bemachtigen. Want het is echt een parel voor de boekenkast. En een schitterende, om een besef te krijgen wat mensen dus mee kunnen maken en daarmee kunnen overleven. Hoe lang blijft deze tentoonstelling, deze foto's, hoe lang blijft hier? Ik hoorde net van de baas van dit kamp. Dat het in elk geval 2 maanden zou blijven. En misschien nog wel langer. En we hopen dat het naar het buitenland kan gaan. Dus naar Duitsland. En wie weet wat er nog allemaal gebeurt.